Het paneel wat hier achter mij te zien is, is een schenking die door de Koning Boudewijn Stichting in de Verenigde Staten aan ons is overgemaakt. Het was in de collectie van de voormalige ambassadeur in de Lage Landen, Bill Middendorf, die dit schilderij in 2002 heeft aangekocht. Het is een heel uitzonderlijke situatie dat wij inderdaad zo'n belangrijke schenking kunnen waarmaken. De eigenaar, Bill Middendorf, is een goede vriend met die ik over jaren heen gewoon inderdaad heb samengewerkt, zijn collectie heb kunnen bestuderen, hem ook voor stukken advies heb verleend. En hij is nu op 93-jarige leeftijd, vond het blijkbaar het moment om gewoon iets terug te geven en heeft dan de Koning Boudewijn Stichting benaderd. Dus waarvoor hartelijk dank. En het is natuurlijk voor Brugge, voor ons, voor de musea, een enorme mooie aanwinst en aanvulling aan de bestaande collecties van Hans Memling die in Brugge al zijn. En dat zijn natuurlijk wel stukken die al, wie zou ik zeggen, het beeld van Memling voor een groot stuk bepalen. We hebben twee stukken die gedateerd en gesigneerd zijn. Het Sint-Jans-retabel in dit hospitaal van 1479 en het Florence-retabel, een klein stuk van hetzelfde jaar. We hebben het Moreel-triptychum, we hebben de Ursula-schrijn. Maar wat maakt dit stuk zo bijzonder? Het is een vroeg stuk van Memling. We zien in de achtergrond Jozef van Arimathea aan het legergraf van Christus. We kunnen veronderstellen dat de hoofdtafereel misschien een bewening of een kruisiging of een graflegging geweest is. Aan de bovenkant van de schilderij zie je ook nog resten van zo'n bishopsstaf, die gewoon ondersteboven wordt getoond. Dat toont aan dat er ooit misschien nog een tweede paneel boven te zien was. Dus een complex paneel. Als je kijkt naar het stichterportret, dan zie je dat de manier hoe de stichter gewoon knielt, hoe zijn kledij is afgebeeld, dat gewoon overeenkomt met heel vroege werken van Memling, zoals de stichtersportretten van Angelo Tani in het triptiek van het laatste oordeel in Gdansk. Maar ook dat het een voorbeeld is voor, opdrachtgever uit het Spaanse Schiereiland. Waar we ons moeten herinneren dat naast de Italianen, naast de Oosterlingen, gewoon ook de handel met de Portugezen, de handel met de Biscayers, de Castilianen, Aragonezen heel, heel belangrijk waren. En de familie de Rojas was een voorname familie en die blijkbaar banden hadden met Brugge en toen een retabel heeft besteld. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat de opdrachtgever van het paneel iemand was uit de Iberische wereld, die in de 15e eeuw aanwezig geweest zou zijn in Brugge. En dat hoeft op zich niet echt te verbazen, omdat Brugge tijdens deze periode, de late middeleeuwen, 16e eeuw ook, de thuishaven was voor heel veel mensen uit die Iberische wereld. En vooral van handelaars. Je ziet Portugese handelaars, Catalaanse handelaars in de stad. Maar de stad is vooral tijdens deze periode de thuishaven voor een van de grootste, zo niet de grootste, Castiliaanse gemeenschappen buiten het Iberisch Schiereiland. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de positie van de Castiliaanse wol. Dus tijdens de late middeleeuwen dankte Vlaanderen, Brugge in zekere zin ook, haar economische uitstraling, haar economisch succes, aan de rol van het Vlaamse kwaliteitsluiken dat in die Vlaamse steden werd geproduceerd en uitgevoerd naar alle hoeken van Europa. En naarmate dat succes van die Castiliaanse wol in Brugge en in Vlaanderen toeneemt, zie je ook die Castiliaanse handelaars in Brugge die een steeds belangrijkere positie gaan innemen. In 1428 kregen die Castiliaanse handelaars bijvoorbeeld van de Bourgondische hertog, Philips de Goede, heel uitgebreide privileges, voorrechten. Die mogen zich voortaan organiseren als een eigen gemeenschap, met ook voorzitters of consuls die recht mogen spreken over de leden van die gemeenschap. Die gemeenschap heeft ook haar eigen statuten die zeggen wat de leden mogen doen en niet doen.
En we zien dus naarmate dat die 15e eeuw verder gaat, dat belang van die Castilianen steeds toenemen. Ze worden ook een heel zichtbare groep in de stad. Ze gaan zich vestigen in een deel van de stad dat steeds meer met hen wordt geassocieerd. Dus die Castilianen gaan handelshuizen openen in wat eerst de Lange Winkel heette, maar door hun aanwezigheid na een zekere periode de Spanjaardenstraat wordt genoemd, en die nog altijd de Spanjaardenstraat heet. Ze gaan zich vestigen langs de Spaanse Loscay, waar, zoals de naam ook al suggereert, de Spaanse goederen de stad binnen gevoerd worden en gelost worden en naar die Spaanse handelshuizen worden gebracht. De naam die het meest in verband wordt gebracht met het paneel is die van Francisco de Rojas. En ook hij was een Castiliaan, maar hij was in feite geen handelaar. Hij was een diplomaat, hij was een ambassadeur. Nu, zijn grootste claim to fame, wat ons betreft tenminste, dat is zijn rol in de onderhandelingen over het dubbelhuwelijk tussen de kinderen van Maximiliaan van Oostenrijk, die toen als vorst regeerde over de Nederlanden, en de kinderen van Ferdinand en Isabella, dus Maximiliaan van Oostenrijk. Die wil een pact sluiten met Ferdinand en Isabella en die stelt voor om zijn kinderen te huwen met de twee kinderen van Ferdinand en Isabella. En daarvoor wordt langs Castiliaanse zijde die Francisco de Rojas naar de Nederlanden gestuurd. Hij is succesvol. Dus uiteindelijk wordt er een overeenkomst over dat huwelijk bereikt in 1494. Nu, er zijn wel een aantal redenen om te twijfelen aan die identificatie van Francisco de Rojas als de opdrachtgever van het paneel. Eerst en vooral, hij is vooral bekend in de Nederlanden omwille van zijn rol bij dat dubbelhuwelijk in de jaren 1490. Maar het paneel is eigenlijk stilistisch gedateerd rond 1470. Dus een 24, 25 jaar eerder. En op dat moment zijn er geen historische bronnen die suggereren dat Francisco de Rojas in de Nederlanden was. Hij zou trouwens ook nog maar 24 jaar oud geweest zijn, wat ook een belangrijke rol in de Nederlanden op dat moment voor een stuk bemoeilijkt. Een tweede reden om te twijfelen aan de identificatie van Francisco de Rojas als de opdrachtgever van het paneel is het wapenschild dat we in het schilderij zien. Dus we zien een wapen met zespuntige sterren, terwijl het wapen dat we kennen als dat van Francisco de Rojas in een aantal andere bronnen, in bijvoorbeeld een manuscript dat de Rojas aan Isabella van Castilië cadeau doet in de jaren 1490, hetzelfde wapen is, maar daar zien we achtpuntige sterren. Hè. En dus die twee redenen, die twee factoren, dus enerzijds het wapen, anderzijds het feit dat die aanwezigheid van Francisco de Rojas rond de jaren 1470 in de Nederlanden niet gedocumenteerd is. Dat zijn redenen voor mensen om te twijfelen aan die identificatie, om te suggereren dat het eventueel een ander lid van de familie de Rojas geweest kon zijn, eventueel een jongere broer of een ander lid van die Castiliaanse gemeenschap. Als we de geschiedenis van het Rojas-altaarstuk bestuderen, waarvan ons paneel het linkerluik was, dan kunnen we alleen maar veronderstellen dat het kort na de afwerking in het atelier van Memling naar Spanje vertrokken is. Het werk zelf komt eigenlijk maar voor de eerste keer in de bronnen terug in 1932, wanneer Max Friedländer het werk ziet in galerij Blumenreich in Berlijn. Blumenreich had dat net gekocht in een Madrileens antiquariaat. Wat er nadien met het schilderij gebeurd is, is lange tijd onduidelijk gebleven. Wie was de eigenaar in die troebele jaren voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog? Was het misschien roofkunst? Met andere woorden, werd het schilderij door de nazi's op een of andere manier, op een of ander moment, geconfiskeerd? Interessante en belangrijke vragen die naar een oplossing vroegen. De oplossing lag hier in het Stadsarchief van Brugge, in deze dozen. Want het werk zelf duikt op de tentoonstelling, op de Memling-tentoonstelling in 1939 hier in Brugge. En als we de catalogus bekijken, vinden we het terug onder nummer 38
Francesco de Rojas, maar helaas met de vermelding privaat bezit. Tijd dus om in de archiefdozen die zich hier bevinden te duiken en te proberen te achterhalen van wie op dat moment het schilderij is. En we hebben geluk, we vinden al heel snel een brief van een zekere meneer Herbert Tannenbaum uit Amsterdam. En die laat weten dat hij een schilderstuk van Memling in zijn bezit heeft, dat de verzekeringssom ervan 6.500 pond bedraagt en, heel belangrijk, dat het schilderstuk ook voor die prijs te koop is. En hij stelt voor om het naar de tentoonstelling hier in Brugge te sturen. De tentoonstelling hier in Brugge 39 is een heel groot succes. Er komen meer dan 60.000 mensen op bezoek. Tot september 39 de hele zaak moet sluiten omwille van de oorlogstoestand die hier in België, algemene mobilisatie, oorlogstoestand. Heel wat mensen komen hun schilderijen al vroegtijdig ophalen. Maar, en dat is weer dan een tweede belangrijk document, Tannenbaum laat weten dat het schilderij voorlopig daar mag blijven. En, zegt hij, wat er ook gebeurt, en dat is een heel interessant document, dit zijn de eigenaar, dit is de firma die eigenaar is van het schilderij. En we krijgen een aantal namen, een zekere Leup, een zekere Asch, en nog een paar andere namen, die we terugvinden in de archieven van het Joods Museum in Berlijn. Dat zijn namelijk allemaal zeer rijke, belangrijke Joodse figuren die als bankdirecteur, gemeenteraadsleden, weet ik veel, in 1933 met de opkomst van het nazisme Duitsland ontvluchten en naar Holland vertrekken, dus emigreren naar Amsterdam. Belangrijk omdat dus naamloze vennootschap, Revisa, eigenlijk zich vooral bezighield met het recupereren van Joods geld, Joodse eigendommen en dat naar buiten Duitsland te brengen eigenlijk. Die Tannenbaum is ook een gevluchte Duitser, Jood, die een kunsthandel had in Mannheim en die na zijn emigratie in Amsterdam ook opnieuw een kunsthandel opzet. Hij is waarschijnlijk in contact gekomen met die mensen van Revisa en hij verkoopt dus buitengesmokkelde Joodse kunst in Holland. Dus om te proberen dus het kapitaal van die mensen zo uit Duitsland te halen. Want er was namelijk een stop op deviezenuitvoer. Dan verdwijnt het schilderij onder de radar en komt het terug boven water in 1949, wanneer het openbaar verkocht wordt en we de naam krijgen te horen van de eigenares van het schilderij. Dat is namelijk mevrouw Helene Jandorf Leeman. Leentjen Jandorf is de weduwe van Adolf Jandorf, een zeer rijke Joodse handelaar die eigenaar geweest is van heel wat grote grootwarenhuizen in Duitsland, onder andere het KDW, dus het Kaufhaus des Westens. De man sterft in 1932, dus net voor de opkomst van het nazisme in Duitsland. En zijn weduwe en zoon, die wijken uit naar de Verenigde Staten, net voor het noodlot daar zal toeslaan. We vermoeden dat ze net voordien of op dat moment het Memmeling-paneel moeten gekocht hebben in de Duitse kunsthandel in Berlijn bij Blumenstein, waar Friedländer het gezien heeft, gefotografeerd en beschreven. Dus vermoedelijk is het verhaal als volgt, dat Leentjen Jandorf het paneel koopt bij Blumenstein, het door de firma Kneudler, ook een kunstverzamelaar, laat buitensmokkelen en het dan onmiddellijk te koop aanbiedt. Om dus het geld op die manier te kunnen recupereren. Friedländer vermeldt een andere op een van zijn foto's dat het veel te duur verkocht geweest is in Berlijn.
Maar dat speelde eigenlijk geen rol. Het was dus een soort tactiek om het werk ten gelde te brengen. Nu, het positieve aan het hele verhaal is dat het zeker geen roofkunst geweest is, dat het altijd bezit gebleven is van dezelfde persoon en eigenlijk dan op een normale manier terug in het circuit terechtgekomen is. De eerste restauratie van die we weten werd uitgevoerd door de Duits-Amerikaanse restaurateur Bill Suhr, een van de meest belangrijke restaurateurs in de Interbellum-periode na de Tweede Wereldoorlog in Amerika, die voor Rockefeller, voor Frick, maar ook voor Getty en Norton Simon heeft gewerkt, dus voor de belangrijkste verzamelaars oude kunst toen. William Suhr heeft dit paneel, wat blijkbaar al een stukje beschadigd was, moeten verstevigen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er gewoon de houten drager vervangen wordt door een kunstmatige houten drager, Masonite, wat man toen regelmatig deed. Hij heeft ervoor gezorgd dat de lacunes die bestonden in de gezichten ingevuld werden. Als je oude foto's vergelijkt met de toestand van 2002 en dan de toestand van nu, dan zie je dat daar vooral in het gezicht verschillende afwijkingen zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de laatste restauratiecampagne die doorgevoerd wordt door een collega in opdracht van Bill Middendorf, door een collega van de Museum of Fine Arts in Boston, dat men op basis van röntgenfoto's gewoon inderdaad een betere zicht krijgt op de originale substantie en gewoon op basis daarvan een invulling heeft gedaan en zo het originele feest heeft kunnen restitueren. En dat wat we nu zien is een stuk met heel wat lacunes, maar dat gewoon weer terug op een zeer fatsoenlijke manier kan getoond worden.